Onze rol als balieassistentes is het verwelkomen van de patiënt. We helpen ze met het maken van afspraken bij de diverse andere afdelingen. Hemofiliepatiënten die hebben een gecompliceerde ziekte en wij helpen ze op weg met het maken van de afspraken van de diverse afdelingen. Als een hemofiliepatiënt voor de eerste keer bij mij komt, het eerste wat we dan doen is natuurlijk de voorgeschiedenis doornemen en kijken hoe het gaat met de medicatie die op dat moment gebruikt wordt. Wat heel belangrijk is bij hemofiliepatiënten is dat eigenlijk met name bij de ernstige hemofiliepatiënten dat de medicatie die ze voorgeschreven krijgen, dat die heel regelmatig wordt gebruikt. Zodat het voorkomen van bloedingen eigenlijk zo gering mogelijk is. Iedere bloeding die een hemofiliepatiënt meemaakt, die veroorzaakt schade in het lichaam. En met name als je het hebt over spontane spier- en gewrichtsbloedingen, dan betekent dat heel veel schade aan het bewegingsapparaat. En kinderen en volwassenen hebben daar allebei last van, maar de chronische schade wordt vaak pas op wat meer volwassen leeftijd duidelijk. En verder is het natuurlijk zo dat we de gewrichten altijd goed nakijken, kijken wat de status is op dat moment. Daar vragen we ook de hulp van de fysiotherapeut bij. We vragen wat zijn eigenlijk de gewoontes, hè? Hoe leef je je leven, wat doe je van sporten, wat zou je willen doen? En dan proberen we het beleid rondom die zaken zoals sporten zo goed mogelijk aan te passen, met name qua medicatie. Een patiënt met hemofilie in het Hagen ziekenhuis zien wij over het algemeen één keer per half jaar of één keer per jaar. In het geval van acute bloeding bijvoorbeeld, uiteraard ook tussentijds. Voor het laatste is heel erg belangrijk dat de patiënt ook alle telefoonnummers kent en ons ook goed kent en weet wie die wanneer moet bellen. De meeste patiënten dienen zichzelf stollingsmedicatie toe, thuis. Het is dus eigenlijk daarvoor, voor die behandeling, niet noodzakelijk om in het ziekenhuis te komen. En dat is natuurlijk voor patiënten heel erg prettig. Het is vaak zo dat patiënten wel vaker naar het ziekenhuis moeten komen voor de diagnose. Want we doen eigenlijk dat laboratoriumonderzoek wat stapsgewijs. We beginnen met de meest voorkomende stollingsaandoeningen, hè, om die uit te sluiten. En als we daar geen afwijkingen bij vinden, dan gaan we een stapje verder en dan gaan we naar wat meer zeldzame aandoeningen kijken. En als eigenlijk de diagnose rond is, dan maken we met de patiënt samen een behandelplan. Dat wordt ook gedeeld met de patiënt, dus die krijgt dat gemaild of op papier. En de patiënt krijgt dan ook een soort noodkaartje mee, een SOS-kaartje waarop het behandelplan heel in het kort staat. En waarop ook alle telefoonnummers weer vermeld staan hoe wij bereikbaar zijn. Als het vrouwen betreft met stollingsaandoeningen, zijn zeker zwangerschappen wel periodes dat we elkaar wel echt veel vaker zien in de spreekkamer. Omdat stollingswaardes tijdens de zwangerschap ook erg variëren. En uiteraard een bevalling een periode is of een fase waarin ook veel bloedverlies aan de orde kan zijn. Dus dat het zaak dat we dan ook rond zo'n bevalling een goed plan maken gezamenlijk met de gynaecologen. Bijvoorbeeld een vrouw is draagster van ernstige hemofilie. Dan bespreken we ook zeker met het RUMC hoe die bevalling begeleid moet worden. Nee, Klaas. Dankjewel. Deze behandelkamer is er voor om patiënten met acute bloedingen op te vangen. Maar ik neem hier ook allerlei soort bloed af. Speciale onderzoeken die gedaan moeten worden. Die doe ik dan liever zelf dan dat we ze naar het grote laboratorium laten gaan. Verder zorg ik ervoor dat patiënten die bijvoorbeeld geopereerd moeten worden een goed behandelplan krijgen rondom de operatie. Dus vanuit deze kamer gebeurt eigenlijk alles rondom de hemofiliepatiënt. Daarnaast komen patiënten ook nog wel eens hier om geprikt te worden. Dus om bijvoorbeeld om te leren prikken. En dat is dan met name het nieuwe product, wat veel makkelijker te prikken is dan vroeger, toen patiënten nog via een naaltje zichzelf in het vat moesten prikken. Mogen ze zich nu met een heel klein naaltje in een laagje huid prikken, dus subcutaan. Dus het is ook heel erg belangrijk dat ze dat goed registreren. En dat is tegenwoordig via een app. En dat is een landelijk registratiesysteem. En dat moeten ze goed kunnen registreren in de app. En zo kunnen wij ook meekijken wat ze gebruiken en of ze bloedingen hebben. Het fijne hier in het Hagen ziekenhuis is dat alle specialismen die eigenlijk nauw betrokken zijn bij de hemofiliebehandeling dicht bij elkaar zitten. Dus we zitten eigenlijk allemaal op de begane grond. En dat is natuurlijk voor patiënten fijn. Mensen kunnen natuurlijk door gewrichtsschade in het verleden slecht ter been zijn. En dus ook makkelijk te vinden als ze verwezen worden naar of een orthopeed
of de fysiotherapeut. Als fysiotherapeut zorgen we ervoor dat de patiënten jaarlijks worden opgeroepen. Dan wordt de gewrichtstatus gemaakt, dus er wordt gekeken naar de bewegelijkheid van de gewrichten. Er wordt gekeken naar het beweeggedrag, daar wordt advies over gegeven als dat nodig is. Patiënten vinden het over het algemeen prettig dat er even gekeken wordt naar hoe het functioneren gaat. Er zijn mensen die zijn toch wat bezorgd over de gewrichten. Het is ook belangrijk dat mensen op het moment dat ze een bloeding hebben, dat ze de juiste keuzes maken. Dus dat ze bijvoorbeeld gaan eisen, dat ze het omhoog houden, dat ze het niet te veel belasten. En daarna ga je ook kijken van oké, hoe kunnen we het nu weer rustig opbouwen? Want het is natuurlijk eng als je een bloeding gehad hebt om het rustig op te bouwen. Nou, de orthopeed bij de hemofiliepatiënt, die bekommert zich om de gewrichten uiteindelijk. Dus als mensen vastlopen, dat wil zeggen ze hebben te veel pijn of te veel functiebeperking door de herhaalde bloedingen die in zo'n gewricht zitten, ja, op zo'n moment komt de orthopeed in actie. Dat kan conservatief, dat kan soms door leefstijladviezen, om mensen leren omgaan met hun beperkingen. Voor een deel, maar uiteindelijk het traject, als het dan echt niet meer gaat, ja, dat is toch vaak operatief. Dan hebben we het vaak over heupen, eigenlijk nog meer knieën, enkels en de elleboog. Dat zijn dan protheses, dat zijn echt kunstgewrichten waarbij we dat helemaal versleten, helemaal vervormde gewricht wat niet meer functioneert, dat vervangen we dan. En dan komt dan een kunstgewricht daarin. Dat gaat dan in samenwerking met het HAGA. Tegenwoordig worden die operaties in het RHOC, dus in Zoetermeer, onze orthopedische kliniek gedaan. In nauwe samenwerking met onze hematologen. Het doel is uiteindelijk om die patiënten op de been te houden. Dat ze lekker kunnen lopen, dat ze hun arm kunnen gebruiken. En dat ze pijnvrij gewoon genieten kunnen van de dingen wat ze eigenlijk altijd al deden.